In deze video ga ik uitleggen hoe je de Data Merge Layout Tool kan gebruiken in Affinity Publisher. Nou, met de Guides Manager die ik in de vorige video marges en hulplijnen heb uitgelegd, heb ik hier op een A4'tje twee kolommen gemaakt. Een linker en een rechter kolom. Nou, ik wil daar een flyer in maken. Maar als ik een flyer maak en ik moet later wat aanpassen, dan moet ik dat aan beide kanten doen. En daar heb ik helemaal geen zin in. En daar komt die, ja, het is hele mond vol, maar de Data Merge Layout Tool heel goed bij van pas. Ja, met die tool geselecteerd, klik en sleep je. En in dit geval blijf ik binnen de marges. En nou, je ziet dat het hier in vier vlakken is verdeeld. En dat er een nieuwe laag bij is gekomen. Data Merge Layout. Nou. Belangrijk om te weten is dat je hier bovenin kolommen, rijen en de gutter hebt. Dat zijn even de drie belangrijkste punten. Nou, kolommen. Ik wil er 2 hebben. En rijen 1. Want ik heb hier 2 kolommen. En maar 1 rij. Nou, de ruimte hier tussen die is bij mij in dit geval 20 mm. Dus de gutter is de ruimte tussen de rijen en kolommen. Stel nou dat ik 2 rijen heb, is dit nu 20 mm en dit. Maar ik wil maar 1 rij hebben. Nou, zolang die laag geselecteerd is, kan je wat aan de linkerkant maken. Dus ik voeg bijvoorbeeld een stukje tekst toe. Nog een stukje tekst. Je kan een vorm maken. En nou ja, je ziet het, alles wat je links doet, wordt automatisch ook rechts toegepast. Alles wat je maakt, komt ook in de Data Merge Layout laag terecht. En dat zie je aan dat de tekst en de plaatjes, die staan iets meer naar rechts dan bij deze. En er komt een driehoekje waarmee je hem open en dicht kan klappen. Nou, wat heel belangrijk is, is dus dat deze laag geselecteerd is en dus blauw als je iets erop maakt. Want als dat niet het geval is, dus ik klik even hiernaast, hij is niet meer blauw. Als ik nu een ster maak bijvoorbeeld, komt hij boven de Data Merge Layout Tool te liggen en past hij hem dus niet toe aan weerskanten. Dus als je dat dus wel wil, dan kan je hem erin slepen. En dan past dit wel aan beide kanten toe. Wat ook handig is, is dat, nou, ik heb nu 2 kolommen. Stel nou dat ik er 3 wil. Dan pak ik weer de Data Merge Layout Tool. En dan selecteer ik hierbovenin 3 kolommen. 4. En dan past die tekst, die blijft die gewoon de tekst. En ja, wat je ook ontworpen hebt, dat past hij gelijk toe op alle kolommen of rijen. Dus dat kan je later nog aanpassen. Als je maar die laag selecteert. Dus ik zet weer even terug naar hoe het was. En ja, dat is eigenlijk kort gezegd de Data Merge Layout Tool. Dus handig als je flyers gaat ontwerpen. Visitekaartjes. Bijvoorbeeld, ja, zeker met visitekaartjes. Dan maak je er vaak iets van 10 of zo op een A4'tje. En ja, het zou heel veel tijd kosten als je voor elk kaartje, stel een telefoonnummer verandert, als je dan op elk kaartje dat telefoonnummer aan moet passen, ben je daar heel veel tijd aan kwijt. En met deze tool kan je dat in één keer gelijk voor alle kaartjes aanpassen. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen, suggesties of wat dan ook, laat het weten in de comments.